Buddha to Buddha, kan ik wel zeggen, was een van de eerste merken die op trendsieraden is gaan zitten en de markt heeft opengebroken. Stel je ook uit. Wat, Buddha ja, zijn? Ja, Buddha zijn. Nee. We zijn bij Buddha to Buddha aangekomen, daar staat hij al. De armbandkoning van Nederland. Hoe is het, vriend? Goed. Wel? Goed te zien, jongen. Goed te zien, ja. Hey, eindelijk weer terug in Nederland, hè? Ja, ja, ja. Ik was even een paar dagen in Las Vegas en naar L.A. Voor Buddha to Buddha en voor de Formule 1. En daar ben ik eigenlijk net van terug, twee dagjes. Hey, maar dat is ook niet normaal. Met wie je daar allemaal weer op de foto stond, hè? Ja, ja, nou, dat is een beetje mijn leven. Dingen lopen zoals ze lopen. Ik ben ook iemand die echt mensen aanspreekt. Mm-hmm. Dus op het moment dat ik wie dan ook zie lopen, dan spreek ik je gewoon aan. Ja. Ik bedoel, voor mij is niemand te groot of te bekend. Of, nee, want dat is wel mooi. Dan ligt ook een stuk van jouw succesfactor. Hè? Want je bent gewoon wel de echte armbandkoning van Nederland, kunnen we wel zeggen. Ja. Maar ook de netwerkkoning. Ja, ja, ja. Nou, ik denk ook mede door mijn netwerk dat ik Buddha heb kunnen brengen waar het nu is. Ik bedoel, ik ben ooit 26 jaar geleden begonnen. Met Buddha to Buddha. En ik kwam uit de kleding. Ik kende iedereen in de kleding. Je had toen geen fashion sieraden. Ik was de eerste die eigenlijk met een fashion sieradenmerk kwam. En doordat ik al die ingangen in de kleding had, heb ik het gelijk in een aantal hele goede kledingwinkels kunnen neerleggen. Mm-hmm. Dus op die manier heeft het eigenlijk platform gekregen. Tot wat het nu is eigenlijk. Ja, mooi. We kunnen wel zeggen dat het een prachtig merk is. Ja. Maar de eerste keer, ik ken Buddha to Buddha echt al. Ja, eigenlijk al jaren. Ja. Maar voordat ik je leerde kennen, toen dacht ik, hé, maar heeft het niet al zijn beste tijd gehad? En jij vertelde net een heel mooi verhaal. Nee. Eigenlijk red ik dat wel vaker, dat mensen zeggen van, was het 10 jaar geleden niet super bekend? Klopt, alleen qua omzet ben ik eigenlijk het tienvoudige gaan doen. Omdat ik nu eigenlijk in alle lagen van de bevolking terecht ben gekomen qua leeftijd, qua type mensen. Ja. Toen de tijd was het de Happy Few. Mm-hmm. Die draagt het nu nog. Die is weliswaar nu allemaal richting het goud gegaan en dat soort dingen. Maar de zilveren armbanden, die worden nog steeds eigenlijk aan de massa verkocht. En daar verdien ik nu eigenlijk het meeste geld aan. Laten we zo maar dus zeggen. In de afgelopen 26 jaar is Buddha to Buddha eigenlijk continu al het goede geweest. Ik heb eigenlijk maar twee momenten gehad in 26 jaar waar ik een jaar gestabiliseerd ben. Mm-hmm. Door whatever het was op economie of whatever. Maar eigenlijk heb ik elk jaar nog meer gedaan. Mooi, ja. Mooi. En het ene jaar is het 10% geweest, het andere jaar 50% meer. Maar elk jaar heb ik meer gedaan. Buddha to Buddha, hoe is die naam eigenlijk ontstaan? Deze dikke meneer. De naam is bedacht door mijn compagnon, die het ooit begonnen is. Ja. En die zat 26 jaar geleden op het strand in India. Die had een armband die hij heel mooi vond. En daar heeft hij een soort variatie op laten maken in Bali, in de mm-hmm. fabrieken. En daar is hij toen mee de markt op gegaan, 26 jaar geleden. Bij een, die heeft hij leergelegd bij een winkel op de PC Hoofdstraat, Reflections. En dat was eigenlijk de eerste winkel die het merk verkocht, 26 jaar geleden. En een jaar nadat hij dat begonnen is, heb ik hem leren kennen. Ik kwam zelf, was ik accountmanager bij Diesel Kleding. En ik was altijd al met accessoires bezig toen de tijd. Dus ik was een beetje de accessoireman binnen Diesel al. Mm-hmm. Toen kwam Batul, de jongen die het Buddha to Buddha heeft opgericht, kwam op mijn pad. Toen heb ik de keuze gemaakt om in de sieraden te gaan. En heb ik eigenlijk Buddha to Buddha bij alle kledingwinkels binnen weten te krijgen waar Diesel lag, Replay. Al die grote mooie merken lagen. En zo heeft Buddha eigenlijk een start gekregen via de fashionwinkels. En uiteindelijk zijn we dus in alle sieradenwinkels beland binnen Nederland. Omdat vroeger waren het echt allemaal oudbollige juweliers. Mm-hmm. Daar lagen geen merken, dat was gewoon goud en dat was zilver. En dat was... Maar je had geen trendsieraden vroeger. Buddha to Buddha, kan ik wel zeggen, was een van de eerste merken die op trendsieraden is gaan zitten. En de markt heeft opengebroken. Zeker als het gaat om de unisex sieraden. Want er zijn weinig merken die echt voor mannen en vrouwen zijn. Mm-hmm. Nog steeds. En toen al helemaal. En ik denk dat Buddha de enige is die de naam heeft waarbij een man of vrouw het allebei kan dragen. Zonder dat het wordt gezien als een mannenmerk of als een vrouwenmerk. Nou, het is heel veel consistentie, ook in bepaalde lijnen. Ja. En de armbanden, volgens mij gaan de armbanden die in het verleden waren bedacht, zo'n 20 jaar terug, die zie je nu nog steeds. Ja, klopt. Mijn top 5 aan armbanden, dat zijn nog steeds modellen van 26 jaar geleden. Wat je wel inmiddels hebt, is
Bijvoorbeeld, deze armband zit in de top 5. Alleen vroeger hadden we hem in het heel breed. Mm-hmm. En nu maken we gewoon allemaal smalle varianten erop. Oh, ja. Dus eigenlijk is het een soort familie van armbanden. Mm-hmm. Waarbij je fijnere hebt in hetzelfde schakel tot bredere. Oh, ja. Nou ja, dat is een verschillend publiek eigenlijk. De bredere worden door wat meer de jonge mensen gedragen. En de fijnere armbandjes, dat zie je nu heel erg, dat stekken. Dus dat stekken van meerdere armbandjes. Nou ja, dan kunnen onze armbanden nu in de miniatuur daar heel goed tussen. Ja, in het goud of in het zilver. Je begon in loondienst. Ja, in loondienst. Bij Diesel. Bij Diesel, ja, klopt. Ja. Ja. Wist je van jezelf dat je toen al wilde gaan ondernemen? Ik zal eerlijk zeggen, nee. Ik ben vlak na Diesel ben ik ook begonnen als agentuur met kledingmerken. Mm-hmm. En ook gelijk daarachteraan kwam Boeddha to Boeddha. Alleen het echte ondernemen is eigenlijk pas later gekomen. Ik was toen de tijd agent. Maar ik was heel bleu, ik was heel, onervaren in het ondernemen. Uiteindelijk ben ik mijn compagnon tegengekomen, Edwin Krijgsman. Die woont inmiddels in Bali. En daar ben ik 3 sieradenwinkels mee begonnen, na Diesel. En hij was echt het zakelijke brein, zullen we maar zeggen. Ja. En ik was meer het creatieve sales. Dus zo hebben wij ons ook weten op te splitsen eigenlijk al die jaren. Is dat ik echt was voor het creatieve, mm-hmm, en voor de sales. En hij was meer achter de schermen bezig met de financiën, de openstaande posten, de contracten. Dat is niet aan mij weggelegd, zullen we maar zeggen. Nee, zo heeft ieder zijn ding. Zo heeft ieder zijn ding. En als je daar eerlijk over bent en open over bent, dan kan je ook de manier gaan zoeken waarop je dan moet gaan werken. Ja, nee, absoluut. Ik bedoel, je kan wel blijven volhouden, maar uiteindelijk kost het je geld dan. Ja, nee, absoluut. Want je bent ook het creatieve brein. Hè? Je bedenkt heel veel concepten. Ja, samen met Batu Lomans, de oprichter. Die zit nog steeds voor een klein aandeel bij. Wij gebruiken elkaar als klankbord om te kijken of iets binnen Boeddha to Boeddha past, ja of nee. Ah, ja. Mooi. En hoe gaat het momenteel in de wereld van de sieraden? Want ik heb daar zelf niet heel veel kaas van gegeten. Wat gebeurt er allemaal en hoe hou je de trends in de gaten? Nou ja, wat ik ook altijd zeg is, het is niet zo moeilijk om succes te behalen, maar om het te behouden. Mm-hmm. Je moet gewoon op de bal blijven zitten. En je moet niet denken dat je zelf alleen maar zelf de wijsheid in pacht hebt. Je moet ook om je heen durven kijken en naar mensen durven te luisteren. Wat wij doen is gewoon heel erg opletten wat de trends zijn. En dat vertalen we in de Boeddha, in de lijn van Boeddha, laten we het zo maar even zeggen. Dus het moet wel een Boeddha-jus hebben, want anders, wat ik zeg, dan past het gewoon niet in de collectie. Nee. Dus toevallig hebben we nou wat nieuwe kettingen gemaakt, waarbij je diverse lengtes kan dragen. Maar wat hier ook weer zo mooi aan is, het is ook weer unisex. Ja, het is voor vrouwen en mannen. Aan wie verkoop je het meest? Is dat de vrouw of de mannen? Bijna 50-50. Oh ja? Ja. Gaaf zeg. En nu heb je al 26 jaar, ben je een van de initiatiefnemers van Boeddha to Boeddha. Hoe hou je dat 26 jaar lang vol? Want sowieso door plezier te hebben in je werk. Ja, absoluut. Maar hoe hou je het vol? Ja, ja, maar ook qua als ondernemer zijn. Hè? Je moet continu weer innovatie bedenken. Ja. Een merk, dat, je hebt ze ups en downs. Hè? Absoluut. Qua marketing, wat is jouw grootste succes qua marketing geweest? Mijn grootste succes is geweest, denk ik, dat is, we praten ongeveer over 20, 25 jaar geleden. En dat is geweest dat ik eigenlijk op alle premières, op alle fashionfeestjes, overal waar maar iets te doen was, waar mensen bij elkaar kwamen, daar stond ik. Daar was ik, had ik sieraden in mijn binnenzak zitten. Oh ja? En dan was het gewoon een kwestie van omdoen bij mensen. Mensen die er toe doen natuurlijk. Of het nou DJ's zijn of acteurs, maakt niet uit. Ik was constant armbanden aan het weggeven. Foto's maken. En dat was nog de tijd ruim voor Instagram, whatever, alle social media. Inmiddels is het wat moeilijker. Inmiddels praat je natuurlijk met influencers, met BN'ers of wereldsterren die heel veel volgers hebben. En die willen allemaal, willen ze meer dan alleen maar een product van je. Mm-hmm. Ze willen geld van je, willen centjes. Ik noem het guerrilla marketing, waar ik groot mee ben geworden. Dat is een stuk moeilijker geworden. Dat geloof ik direct. Je moet een stuk creatiever worden. Je moet
mensen ook niet het gevoel geven dat jij alleen maar hun nodig hebt. Mm-hmm. Je moet ze ook het gevoel geven dat het andersom ook zo kan zijn. Ja. En daarnaast probeer ik niet alleen maar meer die mensen met honderdduizenden volgers aan te spreken. Mm-hmm. Maar juist ook die kleine, de kleine influencer of de kleinere artiest die net opkoming is. Of, ja. Daar zijn we ook altijd sterk in geweest, is door mensen in een vroegtijdig stadium al bij ons te trekken. Ik bedoel, een DJ die al helemaal de bom is, die vind ik minder interessant als een DJ die net aan het doorbreken is. Want op het moment dat ik hem dan pak, is het ook voor het leven een ambassadeur. Ja, ik snap het. Want dan weet hij ook, Dennis was erbij met Buddha to Buddha, voordat ik bekend werd. Dus Dennis zal ik altijd blijven helpen, zal ik altijd blijven ondersteunen. Hoe deed je dat dan vroeger? Want als je dan 20 jaar terug gaat, toen we nog geen Instagram hadden. Kijk, wat ik ook heel veel deed was, ik had heel veel lijntjes met stylistes toen de tijd. Mm-hmm. En nog steeds, maar in ieder geval, toen zat ik zelf echt nog op die bal. Nu hebben we daar mensen voor, hierboven de marketing. Maar zelf zat ik eigenlijk heel close met alle stylisten. Dus wat er gebeurde was, dan belde een styliste mij op en die zei dan, nou Dennis, ik heb een shoot in de whatever, Veronica Gids toen de tijd, mm-hmm. of de Beaumonde, whatever. En dan ga ik die BN'er, ga ik stylen voor een fotoreportage. En wat ik dan deed, zei ik, oké, maar heb je al sieraden? Nee. Nou, dan laadde ik een hele koffer vol sieraden hierin. Ging ik naar de set waar de fotoshoot werd opgenomen. Dan bleef ik erbij en dan gooide ik de koffer open. En dan pakte de stylist gewoon allemaal armanden uit de koffer. Oh ja, en uiteindelijk was de shoot af, armanden terug erin. Ik gaf er nog eentje aan diegene die gefotografeerd was als cadeautje. Mm-hmm. Koffer weer dicht. En dan ging ik weer door naar het volgende event of fotoshoot. Of... Ja. Ik was alleen maar onderweg langs fotoshoots, events, stylistes, bladen. Vroeger had je ook de Veronica-gids, had je op de achterkant had je de shoppingpagina. Mm-hmm. Als je daarop kwam, dan moest je zorgen dat je genoeg voorraad had. Want dan ging het door het dak. Dan ging het door het dak. Oh, ja. Kijk, dat is vandaag de dag allemaal wat moeilijker. Veronica-gids hoefde ik toen de tijd niet voor te betalen. Mm-hmm. Als de stylist van die pagina het mooi vond, dan deed ze het erin. Nu moet je voor zo'n oplage als de Veronica-gids toen de tijd, als je nu in het blad wil staan, dan moet je gewoon geld betalen, dit, dat. Ja, daar ben ik niet van. Dat doen we heel af en toe wel eens. Maar hoofdzakelijk wil ik gewoon dat iemand het plaatst of draagt omdat ze het mooi vinden. Ja, precies. Want dan heeft het pas zin. Mm-hmm. Ik bedoel, je kan mensen, DJ's, BN'ers, whatever, sponsoren. Maar op het moment dat ze het niet mooi vinden, alleen maar voor het cadeautje gaan, dan doen ze hem om. Omdat ze hem op dat moment krijgen. En als ze thuiskomen, ja, gaat hij af. Ja. Of geven ze hem weg. Ja. Daar heb ik niks aan. Nee, ik wil mensen hebben die voor het merk staan. Die voor het merk staan. DJ La Fuente bijvoorbeeld. Ja, La Fuente is een goed voorbeeld. Die kocht altijd al armbanden uit zichzelf. Ik heb hem uiteindelijk leren kennen. Toen had hij er al een aantal. En bij hem is het zo dat elke armband die heeft een betekenis. Of hij nou van zijn familie heeft gekregen of van een relatie of whatever. Alles heeft een betekenis, dus hij doet het nooit af. En inmiddels ja, hangt hij helemaal vol. Ja, behoorlijk vol. Het grote deel heeft hij gekocht. Hij heeft ook een aantal van mij gekregen. Oh, mooi. Maar dat is bijvoorbeeld een ambassadeur voor het leven. Ja, maar dat is ook inmiddels zijn kenmerk geworden. Mm-hmm. Ik bedoel, heel veel mensen, en dat geldt ook voor mijzelf natuurlijk. Op het moment dat ik geen armbanden om heb, dan ben ik niet Dennis. Nee, dat geldt niet. En dat geldt voor heel veel mensen, waaronder ook Fuente. Maar ook de normale consument die altijd een armband om heeft. Als hij hem een keer niet om heeft, dan merk je dat. Zelfs met een horloge. Ja. Dus dat is ook het voordeel van armbanden natuurlijk. Op het moment dat iemand gewend is te dragen, dan mis je het bijna op het moment dat je hem vergeet thuis. Ja. Vind je het ook ergens voor, ik draag zelf ook. Hè? Overigens kwam mijn moeder ooit met Buddha to Buddha bij mij terecht. Jouw moeder? Ja, echt. Wat? Ja, daar heb je die van gekregen? Ja, die zei, jij moet eens een keer Buddha to Buddha gaan dragen. Nou, dat is toevallig. Ja, dat is echt heel toevallig. Maar staat het ook ergens voor? Wat vind jij, als een man Buddha to Buddha draagt, vind je dat ergens voor staan? Nee. Buddha armbanden worden vaak wel met een reden of een gedachte gekocht. Mm-hmm. He, dat kan zijn het slagen van school, een relatie, een vriendschaps... product. Een verzegeling, ja. Een verzegeling. Het, op allerlei momenten. Wanneer iemand komt te overlijden. Of trouwen. Hè? We hebben ook heel veel mensen die gebruiken onze ringen als trouwringen. Mm-hmm. Die vinden de standaard trouwringen te standaard. En die gebruiken dan een Boeddha-ring die ze laten graveren als trouwring. Sommige mensen pakken ook een armband als een
soort trouwring. Mm-hmm. Omdat ze het niet fijn vinden om ringen te dragen. Ja. Dus vaak wordt het altijd wel met een reden gekocht. Leuk, ja. Leuk. En je bent nogal behoorlijk creatief, want je hebt hier allemaal mooie voertuigen staan. Ja. Kunnen we eens even een rondje maken hier? Ja, natuurlijk. Ik zie ook allemaal creativiteit. Komt dat allemaal uit jouw hoofd vandaan? Ja, wat betreft voertuigen en gekke dingen die we maken, wel. En waarom ik ze maak is eigenlijk omdat ik ook producten wil hebben, of in ieder geval motoren, auto's, whatever, die we kunnen uitlenen aan de winkels als een soort winkelprops eigenlijk. Ja, die in de etalage. Ja, die in de winkel komen te staan in de etalage. Heel veel winkeliers hebben ook vaak events bij hun in de winkel. En dan willen ze gekke dingen hebben staan. En dan lever ik ze een auto of een motor of een standbeeld. Oh, ja. Of een grote boeddha zoals we hem kennen, ja. De gouden boeddha. Of een piano. Of een piano. Nee, dit zijn dan piano's die hebben we op ons 25-jarig bestaansfeest. Mm-hmm. Hebben we iets van 8 piano's neergezet en hebben 8 kunstenaars uitgenodigd. Ja. En die hebben allemaal hun ding, als het gaat om Boeddha to Boeddha, daarop verwerkt. Nou, hier zie je toch wel wat logo's, wat auto's, wat teksten. Mm-hmm. Maar dit zijn ook dingen die we uitlenen aan winkels om een Boeddha corner te maken. Mooi. Of een event te stylen. Komt dat allemaal uit jouw hoofd vandaan? Nou, dit is toevallig mijn compagnon die een beetje in het hoek zit van de kunstenaars. Ik ben meer van de voertuigen. Van de voertuigen, fietsen, elektrische fietsen. Vroeger waren het wat meer de benzine dingen. Nu moeten we natuurlijk ook gezien... Een beetje elektrische... Ja, dus we zitten nu... We hebben nou een elektrische Mini samen met Van Poelgeest ontwikkeld. Dus 2 jaar geleden. We hebben nu met Super 73... Wat is dat dan? Dat is die fiets. Super 73, dat is, zijn elektrische fietsen. En wat voor mij gewoon heel interessant is... Is gewoon Super 73, is een wereldwijd bekend merk nu als het gaat om fatbikes en elektrische fietsen. Nou ja, Boeddha to Boeddha in combinatie met Super 73, het is gewoon, dat heeft een mooie, het helpt elkaar, laten we het zo maar even zeggen. Ja. Deze fiets heb ik al een paar jaar geleden gemaakt, toen die fatbikes nog helemaal niet hot waren. Mm-hmm. Dus ik was er weer vroeg bij. Voor hun was dat goed, voor Super 73 en voor mij. En inmiddels heb ik hem denk ik al 100 keer uitgeleend. Ben ik wel even nieuwsgierig naar. Jij kent zoveel bekende Nederlanders. Hè? Ja. Je stond zelfs met David Beckham op de foto een paar dagen geleden. Ja. Maar stap je gewoon op die mensen af? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, wat ik zeg. Het soms gebeuren dingen en... Ja, soms moet je het geluk ook een beetje naar je hand zetten. Uh-huh. Ik ben zelf wel iemand die... niet bang is, laat het zo zeggen. Dus soms schrikken mensen een beetje als er een echte superster of wie dan ook voor je staat. Ik ben dan juist eerder van, oké, hoe ga ik er nou komen? Oh, ja. En is het gewoon recht erop af of moet ik via iemand zorgen dat ik daar kom? Mm-hmm. Nou ja, dat vind ik eigenlijk het leuke spel. En toevallig afgelopen weekend onder andere David Beckham... daar stond ik mee. Ja. Dat is wel heel toevallig. Ja, het is wel mooi. Gaaf is dat toch? Ja, maar ja, het is maar net het moment en het is maar net wanneer je die kans krijgt om dat te doen. En je moet ook zelf weten wanneer je even dit moet doen. Ja, nee, absoluut. En wanneer je weer dat kan doen. Ja. Ik bedoel, dat is wel het spel. Het zijn gevoelsprieten die je nodig hebt. Juist. Ja. En soms is het niet, dat is op dat moment niet de mogelijkheid. En is er een keer een ander moment. Ja. Want zo kwam ik je eigenlijk ook op ADE nog tegen. Hè? Toen liep je ook nog met de tas met armbanden. Ja. Dan was je eigenlijk ook op zoek naar lopende billboards, toch? Eigenlijk naar persoonlijk toe. Ja, nou ja, eigenlijk wel, ja. 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 Heel ADE heb ik eigenlijk, elke dag ben ik alle events afgegaan. Samen met iemand die bij me werkt. En die had dan een tas met armbanden bij zich. Uh-huh. En dus op het moment dat we iemand tegenkwamen, een DJ of een producer of uiteindelijk Prins Bernhard, dan haal ik mijn tas met sieraden erbij als het moment daar is. En dan gooi ik zijn armband om en maak ik een foto. En heb ik eigenlijk alweer gedaan wat nodig is. Wat nodig is voor de brand. Is dat ook het succes van Boeddha to Boeddha? Ja. Deze manier van branding? Ja, nou los van het feit dat natuurlijk Boeddha to Boeddha een heel goed imago slash een mooi verhaal heeft, is het ook belangrijk dat het natuurlijk door de juiste mensen wordt gedragen en dat gezien wordt. Ja, en waar gaan jullie nog wel toe? Want je bent 26 jaar ondernemer van Boeddha to Boeddha. Waar staat Boeddha to Boeddha als we nu weer 26 jaar erbovenop doen?
Maar heb je nog persoonlijke doelstellingen die je wil halen? Ja. Nou, voornamelijk waar we nu... we zijn een aantal landen hebben als focuslanden bestempeld. En wat zijn? Dat zijn Engeland, Duitsland en Amerika. Meen je? Ja. Dus je gaat de oceaan over? We waren de oceaan al 7, 8 jaar over. Mm-hmm. Alleen, we hebben altijd een importeur gehad in Amerika. Mm-hmm. Die ons merk daar vertegenwoordigde en ons merk verkocht daar. Alleen een importeur heeft vaak meerdere merken. Dus die heeft vaak zijn aandacht verdeeld over meerdere merken. En ik vind het toch belangrijk dat als iemand met Buddha to Buddha de weg op gaat, of in ieder geval de sales doet, dat dan puur alleen om Buddha gaat. En niet dat iemand zijn koffer opentrekt en merk X eruit trekt, merk Y eruit trekt en Buddha to Buddha eruit trekt. Mm-hmm. Want dan krijg ik nooit de volledige focus. Nice. Dus wat we nu hebben gedaan, we hebben nu onze importeur uit Amerika hebben uitgekocht. We gaan nu Amerika zelf doen met eigen mensen, vanuit hier. We hebben daar al wat winkels die het verkopen. We hebben nu in Washington en in New York hebben een shop-in-shop geopend. Mm-hmm. En het is nu de bedoeling dat we echt vol gas gaan geven op Amerika. Ja, wat goed. En ga je dan weer hetzelfde trucje doen wat je hier in Nederland ook hebt gedaan? Dat is nu wel de bedoeling dat ik aankomend jaar een 4 maanden in Amerika gaan zitten. Oh, ja. Om toch ja, weer allerlei mensen bekend te maken met het merk. Mijn netwerk daar te vergroten. En te zorgen dat je American football players, honkballers, dat soort type mensen het gaan dragen. Ja. Dus ja, op het moment dat ik die mensen wil tegenkomen en armbanden wil giften, moet ik toch daar zitten. Ja, dat lukt je niet in 3 dagen erheen. Nee, helemaal niet. Ja. Nee. Nou, dat is jou wel toevertrouwd zo te horen. Ja, nou ja, nogmaals, voor mij is het heel natuurlijk om dat te doen. Uh-huh. En wat mijn compagnon ook eigenlijk altijd zegt, of ook nu weer heeft gezegd, is van, luister, wij kunnen wel een paar ton aan een marketingbureau uitgeven om hun mensen te laten zoeken die ons product alsjeblieft gaan dragen. Maar we kunnen het altijd nog beter zelf doen. En ik heb het trucje natuurlijk al een paar keer gedaan. Ja. Dus daarom hebben we ook besloten dat ik nu zelf naar Amerika ga. En dat weer gaat opzetten. En dat weer ga opzetten, ja, daar. Ah, maar in Nederland heb ik ook een bekend gezicht, toch? Zonder dat ik het altijd heb gewild. Ja. Ik bedoel, we hebben er altijd voor gekozen om... je hebt heel vaak merken waar de ontwerper of eigenaar zelf met zijn gezicht altijd op de foto gaat staan. Als het om het merk gaat. Dat doen wij hier niet. Ik bedoel, ik vind dat ook heel moeilijk, want... op het moment dat iemand je niet mag of optisch niet aanstaat, ik bedoel, dan krijg je allemaal commentaar of weet ik veel. Dus wij laten gewoon het merk zijn ding doen. En ik vind het gewoon heel belangrijk. Op het moment dat je ooit in de toekomst een keer naar een exit toe wil, dan moet het merk gewoon op zich staan. En dan moet het niet gekoppeld staan aan een gezicht. Nee, want anders kom je er nooit vanaf eigenlijk. En niet dat het aan de orde is, maar ja, nogmaals, wij laten liever het merk gewoon zijn werk doen als dat ik met mijn gezicht overal op ga staan. Is dat ook waar je nu naartoe werkt, naar een exit toe? Nee. In principe, want ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen daarna. Maar zeg nooit. Ik bedoel, soms heb je ook een externe partij nodig die je nog verder de wereld in kan brengen. Ja, ik snap ook. Dus dat wil niet zeggen dat je naar een volledige exit zou gaan, maar dan een combinatie misschien. Ah, ondernemen is veel te leuk. Dit is mijn leven al 26 jaar. Ja. Ik adem het, ik draag het, ik ben alleen maar met Buddha bezig. Ja. Dus wat zou ik moeten doen? Dat stel je ook uit. Wat, Buddha zijn? Ja, Buddha zijn. Nee, maar gewoon het werk aan zich. Ja, nou ja, ik vind het gewoon veel te leuk. En ik moet je wel heel eerlijk zeggen, soms vind ik het wel heel moeilijk, omdat je eigenlijk constant wordt geduwd als ondernemer naar meer omzet, meer betere collecties, beter dit, beter dat. Soms wil je wel eens gewoon even gewoon daar blijven waar je zit. Maar dat kan niet, want je moet opletten. De concurrentie die loopt in mijn nek te hijgen. Op het moment dat ik inkak of even niet meer innoveer, of dan gaan ze me van links en rechts voorbij. En dat is vaak ook het moeilijke aan succes hebben, is dat je risico's moet blijven nemen. Mm-hmm. Je moet je kop boven het maaiveld blijven uitsteken. Continu all ingaan. All ingaan, noem het maar op. Want ja, nogmaals, er zijn gewoon heel veel partijen die aan mijn stoelpoten lopen te zagen. Ja, dus, we hebben het ook een keer gehad waarbij het mis is gaan. Wij zijn ooit met een horlogelijn begonnen. Wij dachten dat we horloges moesten doen, naast Buddha to Buddha sieraden. Veel geld gekost? Ja, heeft met 7 cijfers te maken. Zo. Daar zijn we all in gegaan. En wij zijn ook in een prijsklasse gaan zitten waar niemand zat, omdat we dachten dat is een gat.
En uiteindelijk was het niet voor niks dat daar niemand in zat in dat gat. Want dat was ook een hele moeilijke prijsklasse. En dat was? Waar moest ik aan denken? Nou, dan moet je ongeveer denken aan de 500, 600 euro tot 1000 euro. Oh, ja. Dus eigenlijk net boven de Donna Karan horloges, dieselhorloges. En onder Rolex. En een beetje dat gat. En, dat wordt nog steeds niet opgevuld? Nee. Nee, dat is nog steeds niet opgevuld. En daar hebben we op een gegeven moment ook eilen voor het geld moeten kiezen. Mm-hmm. En hebben stekker eruit getrokken. Maar hoe lang heb je dat geprobeerd dan? Dat hebben we 3 jaar geprobeerd. En wat was het moment dat je... En je gooide iedere keer geld achteraan, maar vond je dat niet verdomd lastig om de stekker eruit te trekken? Dat vind ik altijd. Ik bedoel, want het liefst, net zoals met Boeddha te Boeddha, ga ik door totdat het succes wordt. Want verlies nemen is nooit leuk voor een ondernemer. Nee, nou, maar toen hebben we dus echt gewoon verlies moeten pakken. En uiteindelijk was het misschien ook beter, want... Je moet je toch blijven concentreren. Mm-hmm. Ik bedoel, schoenmaker hou je bij geweest. Je ziet vaak merken op allerlei dingen inspringen. En uiteindelijk lopen maar 1 of 2 dingen goed en de rest kost geld. Dat hebben wij ook een paar keer meegemaakt. En ook vooral met deze horloges. En wij hebben op een gegeven moment gewoon gezegd, geen vreemde dingen meer. Gewoon daar waar we goed in zijn, daar waar we groot mee geworden zijn. Daar gaan we mee door. En daar blijven we ons geld in steken. Ja, focus houden. Focus houden. Mooi. Ja. Tof verhaal. Ja, ik wil je bedanken. Ja, dank je. Ja, wat een leuk interview. En dat je het met ons wilde delen. Geen probleem. Ja, geen probleem. Dus heel benieuwd waar het over 5 jaar staat en de doorbraak in L.A. Nou, laten we over 5 jaar opnieuw afspreken dan. En dan maken we een nieuwe film. Ja, kom ik bij jou langs, maar dan wel in L.A. Ja.